Hier in Nederland hebben we regelmatig last van hoogstaand water. Bepaalde civiele constructies kunnen ervoor zorgen dat daar controle over wordt gehouden. Maar welke zijn dit precies? Hierover praten we vandaag met Céline Burghardt van Hattem en Blankenvoort. Rivieren in Nederland krijgen steeds minder ruimte. De dijken die worden steeds hoger. Er wonen meer mensen achter de dijken. En omdat er steeds meer harde regen valt in korte tijd, heeft de rivier eigenlijk te weinig capaciteit om dit te verwerken. Als er een dijkdoorbraak is, dan zijn ongeveer 4 miljoen Nederlanders in gevaar. En dat is ook de reden waarom de overheid dit probleem wil aanpakken. Ze willen de riviergebieden veiligstellen van overstromingen. Om het waterpeil te kunnen beheersen, wordt een opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de combinatie IJsselweide en Hoogwatergul gemaakt. De gul wordt niet gegraven, maar die wordt gemaakt door twee nieuwe dijken in het landschap. Daardoor ontstaat er een inlaat en een uitlaat. Als dan het waterpeil op de IJssel te hoog komt te staan, gaat het inlaatsysteem omhoog. Dus de kleppen gaan omhoog, waardoor het water in de gul stroomt en mee kan stromen met de IJssel, waardoor deze meer ruimte krijgt. Naast een hoog watergul kunnen ook gemalen het waterpeil goed onder controle houden. Pim vertelt ons meer. We staan voor het nieuwe gemaal De Doornbos. Dat vervangt twee oude gemalen. Het gemaal heeft drie pompen en een los kanaal. Elke pomp heeft een maximale capaciteit van 60 kuub per minuut. Dat zijn 60.000 liter pakken melk per minuut. Het losse kanaal, daar kan water mee ingelaten worden door middel van een draaibare klep. De pompen zijn visvriendelijk. De vissen worden geleid door de pompen heen, zodat ze er niet aan sterven. Het gemaal bestaat uit een betonnen kelder. Deels zit die onder de waterlijn. Daarboven zit een gemaalgebouw en daarin wordt de installatie aangestuurd. Ja, dit gemaal is gemaakt om water uit het gebied weg te pompen. Maar er worden ook gemalen gemaakt om het water juist het gebied in te pompen, omdat het gebied anders te droog wordt. Mijn tip aan ondernemers is, hou rekening met de omgeving waar je bouwt. En als je bouwt, doe het dan veilig.